different. Onze favoriete stylist Jani geeft vier fashionistas de uitdaging van hun leven. Oh my god. Ja! De dames krijgen één speciaal thema voor een complete restyling van zichzelf. Precies een kakbroek. Met exact 3 uur tijd en €300 op zak. Bitch, better give my money. Money, money, money. Kom, 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 snel. This in the pocket. Top. Here we go. Eenmaal in perfecte outfit mag iedereen punten geven aan elkaar. En dat leidt tot stevige one-liners. Mijn stijl is zoveel beter van al die basic bitches. Dat boeit mij eigenlijk geen hol. Yes! Jani maakt van door de weekse shopping addicts exclusieve shopping queens. De wannabe shopping queens van deze week zijn allemaal ambitieuze zakenvrouwen. Zij moeten het verleden naar het heden brengen. Wat ik wil zien is een vertaling van de 80's en geen kopie. Oh, maar dit vind ik mooi. Oh. De eerste die de teletijdsmachine instapt is ingenieur-architecte Anne Loren. Haar outfit knipoogt naar Michael Jackson, maar scoort geen tophit. In haar gepumpte voetsporen treedt creative director Nadesh. En ze doet dat redelijk enthousiast. Oh my god, die laat me schrikken. De 20er met een swimwear-collectie op de markt scoort in full outfit 23 op 30. De voormalige Miss België-finaliste Julie leidt haar eigen schoonheidssalon. Maar de schoonheid die zij naar styling verwerkt, wordt niet beloond. De sporty backpack look moet het doen met 19 tactische punten. Are you klaar, mes copines, pour un petit voyage? Oh, wat is het hier schoon. Dat is precies niet België. Mais non, 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 c'est Monaco. Wow. Wow. Oh, mooi. Een heel ander ook. Woehoe, zeg. Hallo, mijn naam is Winnie. Dag, Winnie. Welkom in Monaco, trouwens. Je woont in Monaco. The place to be for the fashion. En welkom bij mij thuis. En bij mij thuis heeft zicht op zee. Oh, massig! God, ik heb zo verkeerd leven. Monaco, wie denkt er daar nu aan? Dat is crazy. Ze hoort er wel thuis. Ik kan er misschien eens voorbij rijden, maar zij hoort er echt wel thuis. Wauw, hoe tof is dat jullie? Winnie woonde in West-Vlaanderen tot de liefde de zon in haar leven bracht. En de betere sausjes. Oei, daar gaan we van verschieten. Denk ik ook. In België heb ik 25 jaar een kapsalon gehad. Coiffeur Sublime. En ik heb die overgelaten aan een meisje die dat nu verder runt. Ondernemen zit echt wel in mijn bloed. Ik wil dingen doen dat een ander niet doet. Ik droom wel om ooit terug zelfstandig te beginnen. Misschien met Winnie Nijs. Wie is Winnie Nijs? Winnie Nijzen. Dat is de beste mayonaise dat er is op de wereld. Ik heb dat zelf gecreëerd. Ah, je maakt mayonaise. Ik had verwacht dat ze iets in de mode deed of iets met beauty. En ik hoor ineens, ik heb mijn eigen mayonaise gedaan. En ik denk, what? Ik ben al volledig onder de indruk. Zeker weten. Jongens. Ik let ook zo'n beetje op wat Kate Favette. En ik had ooit zo'n keer geprobeerd met veel geitenyoghurt erin te draaien. Dat is de basis van een goede mayonaise. En dan, ik ga niet alles verklappen. Klinkt wel goed eigenlijk. Dus dat is de mayonaise, de Winnie Nijs. Ik heb die gemaakt voor een tv-programma hier in Frankrijk. En ze zijn er allemaal zot van. Dus ik heb honderden mails gekregen en berichtjes om te vragen hoe dat ik ze maakte. Amai, zalig. Dat had ik niet gedacht dat ze mayonaise maakte. Nee, ik dacht dat ze iets in... Allussig? Dat er ondernemingschap in haar zit, dat vond ik wel. Ze ziet er echt een powergirl uit. Maar mayonaise, maar ja, kijk, je kunt geld verdienen blijkbaar op alle manieren. Ik zou wel kopen. We zijn bezig met een logootje ook. We hebben zo een klein beetje ontwerpjes gemaakt. Zo. Mayonaise. Dat is kei origineel gevonden. Mijn ventje had graag voor mijn verjaardag de Winnie-Nijs op de markt gebracht. Amai, maar hoe leuk eigenlijk. Ik vond dat wel, dat is heel leuk.
moet niet altijd een Chanel kabas zijn of zo. Ik moet niet altijd een Chanel kabas hebben. Als je een bedrijf voor mij opstart, ben ik ook tevreden, hoor. Het is misschien iets onnozels, maar eens dat je de Winnie Nijs geproefd hebt, wil je er altijd van eten. Ik wil uw Winnie Nijs proeven, schat. Mmm, zo lekker. Winnie, stuurt je Winnie Nijs maar een keer op naar België, hè? Ik denk dat we nu genoeg reclame hebben gehad van Winnie Nijs. Kunnen we nu naar de kleerkast? Welkom iedereen in mijn klein Winnie-boutiekje. Alles moet Winnie daar. Dit is mijn Winnie-haar, mijn Winnie-foof, mijn Winnie-boutique. Hier zijn zo al mijn jeansvestjes. Dat is mijn Winnie-rek. Dat is keihandig. Dat is eentje van mijn laatste dat ik gekocht heb. Dat was echt geen duur. Ik denk dat ik 50 euro of zo heb betaald voor dat vestje. Maar ik vond het zo tof. Ik durf het niet wassen, want ik denk dat alles eraf gaat gaan. Dan zit alles in je wasmachine. Dat is een van mijn oudste vestjes dat ik heb. Ik heb dat gekocht toen ik 20 jaar was. Zo hou ik wel zo van dat extraatje meer, hè? Daar moet ze precies overal wel iets op. Een bloemetje, een stut, een pareltje. Ook een van de oudste vestjes. Ze ziet dat wel graag, hè? Die denimvestjes. Kelly Favati. En ik had die ooit een keer gezien in een boekje. En ik heb die dan ook willen kopen. Die draag ik niet meer, maar ik kan ook nog geen afstand ervan pakken. Maar dat is echt... Oh. Amai. Tof. Heeft ze ook een troon? Ik zie dus heel graag bont. Ja. Ik hou gewoon van natuurlijke stoffen. Bont is natuurlijk. En kashmir is natuurlijk, wol is natuurlijk. Ik hou van natuurlijke producten zoals bont. Wat? Zo speelse stukken, zo roze. Dat is mooi, hè? Mooi. Ja, oh la la. Zachte kleuren. Mijn hart doet pijn als ik bont zie. En dat blauw vind ik heel mooi. Dat past goed met mijn oogjes, zegt mijn man altijd. Dat rozeken heeft zoiets heel liefs. Ja, heel liefs. Dat was heel lief. Als dat nog leefde. Ja, het is wel echt bont. Dus langs de ene kant is het wel heel erg dat er eigenlijk, ja, dat er, ja, dieren voor moeten zijn en ja, doodgaan eigenlijk. Langs de andere kant, het hangt in de winkel. Het is te koop, dus het zou ook zonde zijn moest dat dier gestorven zijn uiteindelijk voor te kunnen blijven hangen. Oké, okay, ja. Het komt van de beestjes, maar ik zie ook heel graag de dieren en daarom draag ik ze op mijn huid. Ik ben zelf gek op bont. Ik hou ook van de dieren, daarom draag ik ze graag op mij. Oh, en ik verzorg ze heel goed. Ik aai ze elke ochtend en ik smeer ze in. Ik heb dan ook zo de klassieke kleedjes. Dat is Dolce Gabbana. Dat is zo eentje van de favorietjes van mijn ventje. Als ik zo mee moet op meeting of zo. Mooi. Ik noem dat zo fond d'armoire. Als je niet weet wat aandoen, of als je twijfelt, of je moet een keer, soms moet ik dan een keer met een minister gaan eten of zo, met mijn man. Oh. Of met celebrities of zo voor zijn job. Dat is een dure Dolce Gabbana, den dier. Wauw, amai. Oef, dit is echt wel de hemel, om te zeggen. Heel veel dure, dure, dure dingen. Wow, ja. Oh la la. Ja, tof. Wat mij opvalt over haar stijl is dat het heel glamorous is, heel opgekleed, maar ik vind dat juist tof. Het is wel heel glamoureus. Ze kan ook in Los Angeles wonen, in Hollywood. Hier kun je dus ook zo gemakkelijker opgeklede dingen dragen. Hier kan dat gewoon allemaal. Ik zie mij niet direct zo door menen lopen van waar dat ik trouwens ben. Ze zouden zeggen, wat heeft die? Ik ga naar Monaco verhuizen. Ik ga mee. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Ja, dat is natuurlijk waar dat je woont. Hè. Dan gaat je ook een klein beetje aanpassen. Dat is toch heel normaal om zo over straat te lopen. En waarom niet? Als je glamorous wilt rondlopen, doe het. Hè. Dat is zo'n beetje de outfit om naar het strand te gaan. En met een beer op je tieten, waarom niet? Ik heb dan het badpakje. Super lief. Dat vind ik nu minder mijn ding, maar
dat kan heel tof zijn. Ik vind dat wel tof. Ja. Zo'n badpak van machine vind ik geweldig mooi. Mijn man is dus een hele grote fan van schoenen. Dat vindt hem dan supercool, deze. Met niks erboven waarschijnlijk. Ik vind dat ook wel heel mooi, maar dat zit ook ietsjes minder gemakkelijk. Hij heeft mij ooit een paar Louboutins aangesmeerd. Och, daar gaan we weer met de Louboutins. Maar ik kan er niet in lopen. Ik heb ze nog nooit aangehad, want ik kan er gewoon niet mee gaan. Dat zijn zo een beetje mijn favorietjes, omdat ik ben daar heel gemakkelijk in deze. En dat leder is ook heel soepel. Dat zijn mooie. Ja. Dat zijn mijn sneakers van Philippe Plein. Die heb ik zelf gekozen. Mijn man was niet direct fan. Dat snap ik. Ik vind die kei leuk. Ik vond ze zo tof. En draag dat dan ook terug met mijn fourrures. Met mijn pelsjes, met dat blauw en dat roze. Het zou wel heel goed zijn voor de look die ze moet doen. Jaren 80 van Ecstasy. Dat zijn de schoentjes van Louis Vuitton. Ah ja. Dat is ook heel gemakkelijk. En heel duur, maar dat is gemakkelijk. Ze zegt het alsof het van de Zara komt of zo. Van het is Louis Vuitton. En wij zeggen van het is maar 2000 euro. Met die stap ik Monaco door. Daar ben ik heel gemakkelijk. Ik ben ook altijd gewend geweest van op hakken te lopen. Ik kan niet plat lopen. Ja, die spier is natuurlijk verkocht van constant hakken dragen. Oh. Wauw, maar zie. Fijn, als je de hele tijd dat moet doen. Oh, ik ga nog een jurk dragen. Oh, ik pak nog een Balenciaga-tas. Wacht, zal ik de roze pakken? Ah ja, ik heb nog een roze. Ze heeft wel een echte glam factor, Winnie. Ja, heel Monaco, hè. Dat is echt zo'n Monaco-stijl. Ja, dat is... Wauw. Ze mag gezien worden. Ze mag zeker gezien worden. Amai. Ook een beetje Paris Hilton-gehalte, vind ik hier. Het is heel over de top, heel showbiz. Je ziet hier zo van een trap komen. Zo. Winnie, dat is mijn concurrent, sowieso. Geïmponeerd tot en met. Ze doet dat zo goed. Ja, dat is echt iemand waarvan ik denk van shit. Shit, girl. Shit. Je had niet moeten meedoen. Winnie weet zo meteen wonderwel what women want. Misschien eerst op zoek gaan naar achter een fritkot. Een fritkot? Ja, ze gaan nog eens een fritje eten, denk ik. Maar allee, gaat je nu echt eerst fritten eten, schat? Allee, het is op tijd, hè? La fine fleur d'aujourd'hui komt uit Menen, maar vandaag staat haar dressing in Monaco. Dagelijks maakt zij er een petite promenade langs de boutiques van de Avenue Princesse Grèce. Welkom in Monaco, the place to be for the fashion. Ja, maar nu is te doen in de Avenue des Alliés, de Avenue de Diest en de Avenue de Bruxelles. Geen creditkaart voor één keer, maar wel pure, harde cash. De sous quoi. Yes. Ik ga ze vlug nog eens tellen. 1, 2, 3, daar gaan we. Even natellen, hè. Zeer goed. Een onderneemster moet dat doen. Ze worden rijk. Misschien eerst op zoek gaan naar achter een fritkot. Een fritkot? Ja, ze gaan nog eens een fritje eten, denk je. Wat? Gaat je frit eten? Zeg, eet je fritten strak, hè? Lekker pak friet. Met Winnie Nijs misschien. Hebben ze die hier al? Nee, die hebben daar geen Winnie Nijs. Nee. Als ik eet, dan ben ik gelukkig. Dat is een goede levenshouding, voilà. Als ik geen eten heb, dan kom ik zo ambetant en dan vind ik mijn goesting niet. Hangry. En ik wil eerst een vette pak friet. Maar allee, gaat je nu echt eerst friet eten, schat? Allee, het is op tijd, hè? Dan is het als ze geen stress heeft als ze eerst gaat eten. Ik heb geen stress, maar ik heb honger. Ik wil eerst eten. Maar stress heb ik zeker niet. De eten, dat gaat zeker goed komen. Bij ons hebben ze dat niet frietkoten. Misschien moet ik wel een frietkot beginnen daar. Dat zou pas tof zijn. De friterie Winnie Nijs. En zo'n potten Winnie Nijs erop zetten. En iedereen mag er tonnen van eten. Ik word er niet dik van. Je zal wel een promoten, hè? Allee, joh! Frietkot is gesloten. Het is niet open. Allee, die gaat gewoon fritten eten. Als ik iets wil, wil ik dat. En dan ga ik er 100% voor.
Daar, frituur. Daar ging ik om 3 uur s'nachts. Allee! Het zijn allemaal gesloten, de frituurtjes. Ja, maar het is 10 uur morgens of zo. Wie frit er om 10 uur morgens? Ja, als ik van Winnie was, ik zou toch maar eens beginnen verder doen en mijn frietje later opeten. Allee, wat denkt u? Ik denk dat ik ga beginnen shoppen, toch? Wacht, waarom was ik hier nu hier? Ah ja, dan ga ik toch maar een beetje shoppen. Oh, Winnie. Met een lege maag gaan shoppen. Anders ga ik misschien een klein beetje te veel tijd verliezen voor mijn kledij. Met een beetje geluk kom ik wel eentje tegen. Maar die zit echt met die fritten in haar hoofd. Met shopping, dat doet de Franse jetset tussen les soupes et les patates. Entre la Wininaise et les frites. Allez, allez, de tijd rent snel. De jaren 80, ik begon zo net uit te gaan. Ik had zo de new beat kuif, denk ik. New beat, goed. Een outlet, dat kan wel iets zijn. Ah, ze gaat een winkel doen. Het is wel de outlet van profiel. Dat kan. Ja. Dat vind ik wel heel tof. Maar het is zijde, dus... Nee, kom al. Ik heb al niet genoeg. Ja, maar schatje, dat vind ik heel tof. Je moet een beetje jaren 80 gaan, hè? Dat vind ik wel een heel mooi kleedje. Dat heeft zoiets. Wat heeft dat? De jaren 80. Siri. Zo met dat broderieke. In het begin is Winnie zo'n beetje aan het zien wat ze zelf mooi vindt. Ze hadden wat kleedjes waarvan ik dacht, Niet zo mijn ding. Ook niet mijn ding. Nee. Dat vind ik wel tof. Maar dat is toch meer jaren 70 dit? Ik ga dat in mijn gedachten houden. Onder 25 euro, dat kan erdoor, hè? Ja, dat kan wel. Zo'n goeie kopje. Het zal wel zijn. In Monaco heb je daar amper een paar kousen voor. Tweedehands. Met gaten. Ik had verwacht dat ze de winkels zou binnenstappen zoals essentieel. Zo al die dure winkels, omdat dat binnen haar stijl past. Maar dan loopt ze de GBC binnen. Mag ik iets vragen? Zeker. Ik ben op zoek voor een kleedje voor de jaren 80. Ik had zo gedacht, zo in vloer of zo. Je moet ook even nadenken. Wacht, ik ga even mijn collega vragen naar wat nacht erin kijken. Melissa? Dat zie ik haar mee staan. Ja, ik zie haar daar ook echt mee staan. Wat denkt u daarvan, Jani? Wat denkt u daarvan? We hebben alleen deze, anders hebben we niet. Ja. Dat is meer zoals Madonna-stijl. Ja, Cindy Lauper. Ik zie het. Ik zie het. Dat zou misschien wel kunnen gaan, de jaren 80. Oh, je ziet er stralend uit. Mijn zo'n fans en Turken. Oftewel waren dat dan die brede. Oftewel heel klein, oftewel heel breed. Ik vind dat een hele goede dag. Geluk gehad, maar niet zelf gezocht, hè. Iemand anders heeft dat gegeven. Zie een keer. Moet dat dan wel zien met een hakje eronder, hè? Ja, ze gaat erop zijn. Ik voel het al. Voor de prijs kun je het toch niet laten, hè? 15 euro. 15 euro? Meepakken. 15 euro, fantastisch dat ze dat daarin vindt. En dat dan voor een Monaco girl. Allee, echt. Ze krijgt voor mij al gewoon een 10. Misschien een keer heeft er nog geen rits voor. Ja, je ziet er ook Madonna Like a Virgin in zingen, hè? Dat kant, dat zwart in een bustier. Het is volledig wat aan mijn idee is. Dus het is er voor mij gewoon op. Dat rokje zo die een beetje uitloopt. En dan mijn schoon... een mooie hak eronder zo. Ja. Ik denk dat Jani dat... Het zal eens zijn met mij. Ik ben het eens met jou. Voilà. Ik pak dat kleedje, ik ga niet meer denken. Ik heb nog nooit een kleedje gekocht van 15 euro. Maar je ziet dat het mogelijk is en dat het echt wel mooi is. Ik vind het persoonlijk, ik zal dat dragen in Monaco, dat kleedje. Ik ga toch nog een keer nadenken over wat ik eronder ga steken.
maar ik vind het kleed al super. Ja, zo van die fuck me witte botjes daaronder, hè. Dat is ook heel jaren 80 geweest. Dat vind ik eigenlijk ook wel echt de jaren 80. Zo... Ik heb toch mijn vloer, hè. Is het niet in het kleed, is aan de schoentjes. De vloeren schoentjes. Ja, dat kan wel. Velvet, was dat jaren 80? Ja, heel fel. Heel, heel fel. En de prijs zit ook goed. Ik kan nog frieten eten met stoofvlees als ik wil. Zeg ik toch aan de frietjes, hè? Ze heeft honger, hè? Ik ga even zien of ik ermee kan wandelen, want dat is ook toch belangrijk, hè? Ik hoop wel dat hij daar nog een panty op aandoet. Ik ga eerlijk zijn, hè. Ze zitten beter dan Louboutins. Maar met Louboutins kan ik niet lopen. Ik snap die Louboutins niet. Louboutin moet misschien een keer... naar de JBC gaan. Vragen hoe dat hij leest. Van hier misschien in elkaar zit. Dat is goed. Dat is echt comfortabel. Hebben jullie daar een klein centuurtje bij? Ja. In het hout of zo? Fluo-kousen eronder en een fluo-centuurtje. Dat mag nu wel, hè, want ze heeft wel genoeg zwart. Ja, ja, ja. En dan is het er echt helemaal op. Ik zal even laten kijken. Dank u wel. Ik heb hem al. Hier, ze. Oh, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Zo de jaren 80, zo wat bling-bling? Nee, maar doe nu zo echt een mannenriem uit de jaren 80. En dan ga ik... opbouwen met nogal veel zo armbandjes. Dat bling-bling komt weer terug, hè. Je ziet dat ze echt, ze grijpt direct naar die bling-bling. Ze blijft wel in haar stijl. En dat vind ik ook wel tof. De 80s, here we go. €2,30. Oh my god. Die krijgt een slappe lach van die prijzen. €2,30. Amai. Ja, dat doet ze goed. Ze doet dat heel goed. Het is €67,24, alsjeblieft. Dat is super. Voor Hans mijn tenue. Wat? €67 voor een outfit? Alsjeblieft. Dank u. Ja, dank. Bedankt ook voor de hulp. Geen probleem. Dag. In één winkel alles gevonden. Ja. Zalig. Oh, knap. In de jaren 80 hadden we heel verschillende looks. We hadden de glamrock, we hadden Dallas en Dynasty met een overdaad aan stoffen en epauletten en drapages en grote juwelen. We hadden ook Madonna met heel veel kantelen, rokken en leren handschoentjes. Maar ik ben gegaan voor de jaren 80 business look. Heel typisch in de jaren 80 waren de brede schouders, maar ook de oversized blazers, zoals deze hier. De hemdsblouses waren ook heel hard in. Liefst dichtgeknoopt tot boven om zo dat boxy effect te creëren. In de jaren 80 waren de wortelbroeken heel erg. Dat zijn broeken die smaller naar beneden lopen en hoog in de taille zitten. En natuurlijk de puntige pumps. Dadelijk bereikt de spanning een hoogtepunt. Wie wordt de nieuwe queen? Zijn jullie klaar voor het verdict? Ja. Mijn hart bonkt hieruit. Ik vind eerlijk gezegd dat jij de opdracht het beste hebt uitgevoerd. Vier vrouwen met kennis van zaken en van mode kregen van Jani een opmerkelijke uitdaging. Graaf diep in jullie fashiongeheugen en breng de '80s naar 2018. Anne-Lore, zelf geboren in de 60s, deed een 80s poging met netkousen. En een jasje dat van Gautier had kunnen zijn. Haar collega Fashion Queens vonden het 22 voorzichtige punten waard. De piepjonge creative director Nadesh deed het met een Chanel-achtige blouse en een tweedehands Hermes-sjaaltje. Het bracht haar 23 gloednieuwe punten op. Jongster Julie runt een schoonheidssalon. Op de catwalk roelt ze met jeans, bomberjack en rugtasje. De andere ruïneren haar met 19 op 30. En Winnie komt om te winnen. En daarvoor komt ze helemaal uit Monaco. Met het vliegtuig. Ze landde midden in de Leuvense winkelstraten en kocht er een Madonna lookalike outfit voor minder dan €100 en in net geen 2 uur tijd. Oh, dat vind ik mooi van haar.
Oh, dat is wel lief. Partager, c'est aimer. Sharing is caring. Ik heb alles. Ik heb dat nog allemaal over. Dat is zalig. Daar krijgt ze bij mij echt dit voor. Maar daar ga ik toch wel mijn frieten mee gaan eten, hoor. Oh my god, je gaat echt frieten eten. Groot gelijk, verdiend. Ik vind het al. Maar ik ga nu wel moeten wat spoeden, want ik heb nog 1 uur tijd. Schat, koop alsjeblieft nog panties en zo. Maak dat een beetje af, hè. Je hebt nog tijd en je hebt nog geld. Kwartier kunnen om te eten. En als ik een dik half uur heb voor mijn haar, normaal moet dat gaan. Fritten eten is dus belangrijker dan shoppen. Ik ga ervoor gaan. Dan moet ik met een helikopter op het dak van de frituur gaan landen. Ik ga fritten vinden. En volgens mij had ze zoiets van, ik heb genoeg gewandeld, dus ik neem de taxi. Geweldig, dat kan toch ook alleen maar Winnie doen, hè? Je moet toch iets doen met je geld, hè? Dat is waar, hè? Very Monaco, dus. Eentje dat open is, hè? Fantastisch. Geef mij ook nu maar gauw een frietje. Mijn maag begint ook te knorren. Zalig als je zo geen stress hebt in het leven, hè? Ik denk dat ze er heel goed gaat uitzien. Ja, het is echt... Ze gaat stralen. Ja, ze gaat stralen. Ik hoop echt dat ze niet alleen jurk en schoenen gaat doen. Dat ze dat een klein beetje meer pimpt. Dat hoop ik echt. Of ik ga winnen? Denk van wel. Ik ga winnen. Winnie wil winnen. Met frieten. Zonder Winnie Nijzen. En met waarachtig weinig accessoires. Zorgt het wonderlijke stylingteam voor La Pièce de Résistance? Hallo. 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 Oh, pakske friet voor mij. Ja. Ja, maar ze zijn op. Niks meer. Ja. Geen één frietje. Ik was enorm gulzig met mijn frieten. Ik ga dat wegdoen. Oké, okay, make-up en haar, hè. Ja? Ik denk dat ik al klaar ben. Ik zie gewoon 80's. Ja, nee. Ja, ja, ja misschien wel. Ja. Misschien wel, maar ik wil het nog iets anders. Een eyeliner, zo wat meer uitgesproken. Wat matter poeder en rode lippen. Een tache de beauté'tje, wat ik zo ook echt graag wilde. En dan misschien mijn wenkbrauwen wat meer aanzetten. En haar? De krullen. Krullen? Ja, maar ik heb al nog 42 minuten. Mm. Jij kunt dat. Zeker. Hoeveel tijd heb je nog nodig om je aan te kleden? Oh, 10 minuutjes. Dus eigenlijk heb je maar 32 minuten. Ja, dat maakt gewoon 2 krullen minder. Vrouwenlogica, Jurgen. Allee, on y va. De wind in de zeil. Ik zie het enorm zitten, die catwalk. Daarom ben ik hier ook, hè. Ik ben ook overgevlogen om een keer een goede catwalk te doen. Ik heb absoluut geen plankenkoorts. Vraag mij een ding, ik doe dat. Vraag mij te dansen op publiek, ik ga dat ook doen. Ik voel mij gewoon op mijn gemak. Ik verwacht van haar catwalk echt dat ze mijn grootste concurrent is. Ik denk dat ik weer van mijn sokken ga geblazen zijn. Ik heb hele hoge verwachtingen bij Winnie. Ik weet gewoon dat ze voor het uiterste gaat. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben echt zo benieuwd wat ze gaat gedaan en dat als extra, wat ze met haar haar gaat doen. Hoe dat ze op de catwalk is, ook nog zo'n even echte zelfzekere persoon als dat ze al was. Dus ik ben super benieuwd. There she is. Oeh, hey, dat is al een show, hè? Leuk. Top, fantastisch. Wauw, dat is echt een diva voor mij. Ja, dat daar, dat riemke, overdonderend. Oeh. Maar allee, zalig, die gaat ervoor. Ze staat op die rode loper en ik denk, bitch, you fucking did it. Ja, helemaal. Lissig, zo schokkelijk. Mijn eerste gedacht was,
spijtig dat ik het moest zeggen. Too much. Ze heeft de jaren 80 voor mij te letterlijk geïnterpreteerd. Als ik de opdracht nu niet zou weten, dan zou ik eerder denken 60s dan 80s. Ze moest zo andere accessoires gebruikt hebben. Ze moest zo meer zo een mannelijke riem zijn. Er mocht wel nog een fishnet onder. Die cintuur past er ook schoon bij. Ja, die kapsel is tof. Ja, echt jaren 80 kapsel. Bengelijk. Bengelijk, bengelijk en nogmaals bengelijk. Ze rockt het, ze showt. Maar ze doet het goed, ze houdt er wel van, hè. Als ik haar de catwalk heb zien opgaan, is mijn zelfverzekerheid, als ik het zo mag zeggen, nog ietsje toegenomen. Uw showfactor echt, dat was gewoon top. En ook uw kleding, dat is echt, ja. Voor mij is dit ook wel echt de jaren 80. Het enige wat ik me afvraag is, gaat nog wat budget over? Ja. Waarom geen tasje erbij? Als ik echt uitga, dat is een kleedje om uit te gaan, vind ik een handtas zo ambetant. En mijn geld steek ik altijd in mijn BH. Dus ik had dan 100 frank bij mij. Waar tieten allemaal niet goed voor zijn. Ja, als je met losgeld zit, dan wordt dat wel een beetje grappiger. Maar dat geeft je dat gewoon aan madame Pipi, hè. Ja, ik vind ook dat je er echt prachtig uitziet. Die haarband vind ik leuk. Je kleed is prachtig, die riem, schoenen. Ik heb alleen iets met zilver en goud. Ja, ga je dat ook uitleggen? Ik heb mijn tournavisje niet bij, dus normaal moet je dat openvijzen. Ah ja, het is een Cartier zeker. Cartier kun je niet uitdoen, hè. Als je eraan denkt om je briefje van 100 frank mee te nemen naar Monaco, dan moet je ook denken aan je tournavis, hè. Als het dan enkel toch maar die luxe problemen zijn, dan is dat niet zo erg natuurlijk, hè, Winnie? Nee. Winnie, ik heb genoten van A tot Z van uw catwalk. Het was show. Dank echt u. Show. Dus proficiat. Dank u wel. Winnie, een perfecte performance. Maar ik had liever gehad dat het minder een letterlijke interpretatie van de jaren 80 was. Daarom geef ik u een... 7. Winnie, wat een diva. Je hebt dat echt supergoed gedaan. Je zag er heel goed uit. Alleen miste ik nog zoiets van een handtasje of handschoentjes. Dus daarom krijg jij van mij... een 8. Winnie, je bent echt de Madonna van 2018. Je hebt het uitstekend gedaan. Maar de volgende keer als je naar België komt, pakt je tournevis mee. Daarom geef ik je een welverdiende... 9. Alle stemmen zijn gehoord. De dames gaven punten aan elkaar en het totaal op 30 zal bepalen wie de 80s shopping queen is. Ik denk dat ik echt wel de 80s heb nageboot met de simpelheid van de 80s. Maar heb ik het genoeg naar hier gehaald volgens de anderen? Ik wil winnen. Ik hoop dat ik win. Jani, laat mij winnen. Nadège was denk ik wel mijn grootste concurrent. Maar of dat ze dat gaat winnen, dat weet ik niet. Het is en blijft een spel, maar ik win Winnie niet. Er is één man die daarop het antwoord kent. Dag, dames. Hallo. Ja. Hoe gaat het? Goed. 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 Ja. Zijn jullie klaar voor het verdict? Ja, zeker. Ja. Helemaal. Annelore, ik ga met jou beginnen. Oei. Je hebt de jaren 80 powerlook gecreëerd. Vind je deze look ook hedendaags genoeg? Voor mij heb ik die zeer hedendaags gemaakt. Ik zou er deze avond al mee willen gaan eten met mijn man. En ik ben van overtuigd dat hij toch ook zo heel fier zou zijn op mij. Je hebt heel veel elementen gebruikt uit de jaren 80. De fishnets, de schoenen met gaas, het kanten topje van Madonna met de corset eronder, ook die militaire vest. En het is hedendaags. Dus voor mij... super goed gedaan. Dank je. Nadège, jij koos voor een brede broek. Wat vind jij zo jaren 80 aan die broek? Alles. Het is breed, de printen die erin voorkomen. Ik straal eigenlijk een klassevolle dame uit die gaat werken. Oké. Okay. De hemdsblouse is supermooi, ook heel jaren 80. En die kan perfect nu gedragen worden. Ook het sjaaltje is heel Cyndi Lauper. Ik had ze misschien gecombineerd met een andere broek.
Je hebt van die broeken met brede zwart-witte strepen of een geruite broek. Maar het is je heel goed geslaagd om de jaren 80 in jouw outfit te brengen en deze hedendaags te maken. Dank je wel. Julie, vertel eens, waarom ben je voor deze sportieve look gegaan? Ja, ten allereerste, de jaren 80 was voor mij heel moeilijk. Ik ben gewoon beginnen googelen, alles beginnen opzoeken. Ja. En opeens kwam ik iets heel stoer tegen. Vooral ook de levisbroeken, ze waren toen keihard mode. Ja. De look die je nu aan hebt, die situeert zich ergens tussen de jaren 80 en 90, meer eind jaren 80. Het is heel hedendaags. Je kunt zo perfect over straat. Het is ook heel modieus om dit op dit moment aan te hebben. En wat ik heel leuk vind, is je hebt goed nagedacht over deze look. Alles past perfect bij elkaar. En je hebt me enorm verrast door uit je comfortzone te stappen. Winnie, je hebt gekozen voor de Like a Virgin Madonna look. Waarom ben je voor deze look gegaan? Omdat ik dus die kleedjes liggen volledig overal in de winkels. Ja. En Madonna vind ik dus ook een schitterende madame. Ik ook, zeg. En als je twijfelt, altijd denken, wat zou Madonna doen? Ja, zit dat altijd juist. Tuurlijk. Nu, ik had dezelfde jurk gekozen. Ja. En ik had er wel andere accessoires op gedaan. Bijvoorbeeld een iets bredere riem, zo, zelfs een mannenriem. Misschien andere schoentjes, misschien nog een panty. De haarband bijvoorbeeld een kant of wat handschoentjes, andere oorbellen. Ik had er iets meer 80s feel in gestoken. Ja, ja. Maar wat vindt de rest ervan, is de vraag, hè? Ja. Julie, jij hebt gekregen van de dames 19 punten. Winnie, jij hebt gekregen 24 punten. Dank u wel. Nadej, jij hebt gekregen 23 punten. Annelore, ik vind eerlijk gezegd dat jij de opdracht het beste hebt uitgevoerd. Dank je. Maar hoeveel kreeg je van je collega's? Mijn hart bonkt hieruit. Ik voel het. Jij kreeg 22 punten en dat maakt dat Winnie wint. Proficiat, je bent de shopping queen. Ga je zo plaatsen? Zo tof, merci. We gaan plaats maken voor de kroon, hè? Ja. Voilà, de shopping queen van deze week. Proficiat. Dank je wel. Yeah. Dank je wel. En daar hoort natuurlijk nog een prijs bij. Jij krijgt van ons nog een weekendje weg. Wauw. Naar Monaco. Wow. Nee, dat is niet waar. Voor mij zou precies Miss België. Maar Miss Shopping Queen. Ja, ik ben echt content. Kan tegen mijn verlies. En ik heb ooit al eens een kroon op gehad als ik 16 was. Hè. Ik vind het erg om niet de shopping queen van deze week te zijn. Maar het is een spel en het zijn de kandidaten die het spel gespeeld hebben. Winnie is van mij een echte shopping queen. Hoe zij het heeft gedaan, dat was uitstekend. Woehoe! Volgende week shoppen wij met de dochters van bekende ouders. Misschien zit je nu zo de afgrijzelijkste commentaren ever aan het geven. Ik vind het top, Jani. Oei, de Belgische vlag. Nu is wel echt de kleur moet antwoorden. Ik denk dat we hier net geen vriendinnen hebben gemaakt. Ik wil zo wat brood. Ah, ik helemaal gek. Dit shopping queens. We zijn eigenlijk aan het doen. We zitten in een datingprogramma.